De naam Cordes komt van Vorda, wat hooggelegen dorp betekent. Door de tijd heen, met de nodige fonetische wijzigingen, heeft dit geleid tot de huidige naam. Al sinds de jonge steentijd wonen er mensen op de steile berghelling waarop Cordes is gebouwd. De Romeinen die zich er vestigden, bouwden er een kasteel. Vanaf de 11e eeuw ontstond er rondom dit kasteel een dorp waar steeds meer mensen gingen wonen. Tijdens de middeleeuwen en de renaissance beleefde Cordes zware tijden. De streek werd eerst geteisterd door plunderaars en leed later ook nog eens onder godsdienstoorlogen. In de 18e en 19e eeuw beleefde Cordes, dankzij de ambachtelijke nijverheid in het dorp, een economische groei. Deze ambachtelijke nijverheid, bestaande uit leerlooiers, schoenmakers, zijdetelers en olijvenkwekers, zorgde voor rijkdom en werkverschaffing. In het oude centrum staan nog mooie huizen die getuigen van deze welvarende periode. Na een aardbeving in 1909 en de Duitse aanvallen van 1944 kreeg Cordes te maken met leegloop van het platteland. Hierdoor dreigde het dorp geheel te verdwijnen. Cordes is niet groot en de wandeling door de middeleeuwse steegjes is beslist de moeite waard. Vanaf Cordes heb je ook nog eens een wijds uitzicht op de Luberon. Na een aantal sombere jaren krabbelde Cordes in de jaren 60 weer op door een sterke groei van het toerisme. De rijke geschiedenis van Cordes en de aanwezigheid van vele kunstenaars dragen bij aan de internationale bekendheid van dit kleine stukje Provence. Cordes wordt beschouwd als één van de mooiste dorpen van Frankrijk.